Gaan we door. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mijn Band is Lek. Dit wordt onze Lustrum-uitzending. Ja, trouwkijkers, 5 jaar. En speciaal in deze uitzending geven wij aandacht aan de 5 doorgewinterde ATD'ers die alle 5 barretochten hebben meegemaakt. In deze speciale uitzending wordt er veel aandacht besteed aan de voorbereiding door onze dappere ATB'ers. Ook besteden wij aandacht aan wie wordt onze nieuwe leider. Deze keer houden wij de verkiezing ter plaatse om te voorkomen dat men via slinkse wijze naar de macht wil grijpen. Ja ja, wij willen zeker zijn dat de juiste man of vrouw wordt gekozen om deze zeer belangrijke taak te vervullen. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt midden in de nacht op de camping of het ontbijt blijkt in gevaar te komen door het toestromen van bosmieren. Hier moet onze nieuwe leider snel en effectief handelen. Hij of zij moet kunnen slapen met het één oog open en het andere dicht en vooral niet snurken. Voel je iets voor deze positie of anders gezegd, ben jij geschikt of ongeschikt? In ieder geval weet je wat van jou verwacht wordt. Dus zonder gedoe schakelen wij over naar onze verslaggever ter plaatse, Spaakje Wielemaker, om een gesprek aan te gaan met onze jubilaris. Nee, ik zie hem niet. Ah, daar zit hij, daar! Wat is dat? Wat doen jullie hier? Nou, wij hebben gehoord dat u altijd de bezemwagen bent als u gaat fietsen. Ben ik de bezemwagen? Kent u dat woord niet? Nee, helemaal niet. Ik heb wel een bezem, maar dat is om te oefenen voor curling. Als ik te oud word om te fietsen, dan kan ik namelijk altijd nog bezem. Oh ja, is dat inderdaad ook krom genoeg daarvoor, hè? Ja, dat dacht ik, hè. Maar bezemwagen betekent eigenlijk ook dat u de laatste bent met fietsen. Dat u ja, ja. Ik fiets altijd achteraan, hè, bedoel je? Ja. Ik fiets altijd achteraan. Ja, dan kan ik de meute voor me uitduwen. Ah, daar gaat het een beetje ja, om. Ja, als een soort herdertje. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En toen? Heeft u nog iets te zeggen misschien? Ja, natuurlijk. Wacht, ik zal even kijken. Allicht heb ik nog wat te zeggen. We zijn nieuwsgierig. Ja, dat snap ik. Totdat ik ben gemeten, ben ik niet bekend. Maar hoe je mij gaat missen als ik gevlogen ben. Dat is heel diep. Ja, dat is diep nadenken. Je moet toch wat. Bedankt, Wijnand. Oh, graag gedaan. Het geeft ons een heel veilig gevoel dat jij altijd achteraan zit. Ja, graag gedaan. Ik voel me echt een herder voor de gemeente. Fijn truc. Ja. Ja, ik ben er van de televisie. Nou. We zijn in een ploeg aan het interviewen. Ja? Is het niet interessant? Nou, denk ik niet hoor. Dit is gewoon heel snel wisselen, wiel en dan weer weg. Ik ben nog niet geïnteresseerd, maar Sina, wilt u iets zeggen tegen de kijkers? Nou, dit is een serieuze zaak hoor. Dit is zo snel mogelijk moet het wiel gewisseld worden. Ja, en dan. Nee, niet heel snel hè? Nee, nou moet u eens kijken. Het is toch wel klaar hè? Kijk. Oh, nee. We zijn klaar. Ja, we kunnen weer gaan. Misschien wil je nog iets zeggen ter afsluiting aan onze kijkers. Nou ja, ik wil wel wat zeggen. Het is een serieuze zaak dat fietsen maken. En zeker als het helemaal zo snel moet. Of een briefje. Ja, nou ja, misschien heb ik ook nog wel een briefje. Ja. Laten we even kijken. Oh ja, kijk.
Even kijken. U kunt het vasthouden zonder uw handen of armen te gebruiken. Wat is het? Dat is een hele serieuze vraag. Diepzinnig van u. Dank u. Dank u voor dit interview. Graag gedaan. Nou, tot ziens, hè. We moeten weer gaan. Ik moet even aan. En wij gaan weer terug naar de studio in Otterlo. Hallo. Hallo. Wie hebben we hier? Wie hebben we hier? Nee, ik ben veel te druk. Wat is het? Drop what you are doing and you join the merry mob
And before you know just where you are, you're in an Irish pub. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Oh, zijn we weer live? Oké, ja. Nou, bedankt Spaakje. Dat was inderdaad een hele mooie interview. Dus door naar de volgende. Ah, hier hebben we nog iemand! Nog iemand! Wie bent u? Wie bent u? Hé, hey, schat. Hoe heet jij? Hey. Ah, u bent aan het uitrusten? Nou, ik ben eigenlijk aan het voorbereiden voor onze jaarlijkse ATB-tocht. U wilt zeggen dat u nu aan het trainen bent? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Sommige mensen denken dat dit misschien is of dat het een slecht voor is. Dat is eigenlijk een eeuwenoude sportstrank. Ja? Als je dit drinkt, nou, heb je nergens last van je spieren. Je komt als een jonge god naar huis. Ja. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. En zo blijft u jong. Ja, zie je toch, hè? Ja, inderdaad, geen grijze haar te zien. Ja, dat ben ik, hè. Heeft u nog een boodschap voor onze kijkers? Nou, mijn boodschap is, kijk eens. Die mensen denken dat je moet altijd hard trainen en fietsen om mee te kunnen met de rest. Maar ik heb wel eens in een boek gelezen, moet je gewoon zelfs in je hoofd ergens hier in de grijze massa die weg zelf moeten rijden. En dat is voldoende. Dat klinkt heel raadselachtig. Heeft u misschien ook nog een andere raadselachtige boodschap voor onze kijkers? Ja, ik heb wat liggen inderdaad. Even kijken, ik moet even de bril naar. Zo, daar snap ik helemaal niks aan. Nee. Hij zegt, wat kan niet worden verbrand in het vuur, nog verdrinken in het water. Nou. En met dat raadsel zadelen wij onze kijkers op. En we gaan terug naar de studio in Otterlo. Oké, je mag nu beginnen. Hallo dames en heren, ik ben Binky. Ik ben Binky, uw razende rapporter uit van Otterlo 5. Maar, oh nee, het gaat niet over mij. Tijd om actie te voeren. Het is nu tijd om de antwoorden in te leveren. Alle formulieren worden opgehaald door Henriette en Lisanne en overhandigd aan onze vakjury. Binnen enkele minuten wordt witte rook verwacht uit de jurykamer. Even kijken of ik al wat zie. Nee, ik zie nog niks. Normaal gesproken hadden we een reclameblok van een van onze sponsors. Maar ja, gezien het huidige economische klimaat zien ze er dit jaar allemaal vanaf. Tragisch. Maar om de tijd te vullen zenden wij een promotiefilmpje uit van een van onze nieuwe programma's. Otterlo zoekt talent! Yay! Je mag nu gaan. Bicycle! I want to ride my bicycle! I want to ride my bike! I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride it where he likes. Come on. A bicycle, bicycle, I
want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it when I like. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Ding, 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 ding. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. En dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er zijn 4 winnaars. Maar ja, 4 winnaars kunnen er niet blijven. We kunnen tenslotte maar 1 nieuwe leider kiezen. Dat betekent dat er nog een beslissende vraag wordt voorgelegd aan deze 4 kandidaten. De vraag is te zien op het scherm. Daar ben ik weer, Bink, uw razende rapporter van Otterlo 5. Even kijken of ik na al deze fantastische vragen al witte rook zie. Ja, witte rook. Het was wel een hele moeilijke vraag, hè? Met al die cijfers. Als ze nou gevraagd hadden wat voor kleur... Het is groen en het komt in het bos. Dan wist ik wel een dophertje. Maar, even kijken hoor. Ik krijg de uitslag. Wacht even. Ja. Oeh, wat een verrassing. Had ik nooit gedacht. Het begint met een... een B. Het is Bart! Daar zit hij! Bart, gefeliciteerd! Mag ik je even zoenen? Oh. Bart, kerel, het is een zware taak die je staat te wachten. Maar ik weet het, jij kunt het. En beste mensen, allemaal op naar volgend jaar. En fietsen!